bij. Fritsje. Eet hij nou zijn vinger? Zie je dat nou? Hè? Je jurk aan? Met z'n drieën. Ja. Dan kun je dus in het schermpje kan je het zien. Op je hoofd. Gaan we weer naar huis toe? Luxie, een mooie paardenbloem? Huh? Dat is raar. Wat ben je aan het doen? Lekker op de stoel. Deze boef gedaan. Ga je dat zelf doen? Ja. Wauw. Ik kan het ook doen. Mama, ja. Ja. Ik kan zelf snijden. Oh ja. Voorzichtig met de vingers. Papa, dit kan niet zien. Ja. Gaat het, Lux? Ja, goed zo. Doe maar weer omhoog. Ja, dan een beetje over de boterham. Een beetje veel. Goed. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag... Vrijdagochtend. Vrijdagochtend. Altijd even nadenken. We zitten nog steeds in de coronacrisis. Dus dan zijn alle dagen een beetje hetzelfde. Omdat we niet echt ergens heen kunnen. Wat is er? Ja, voor de oog. Heb jij een beetje een volle boterham gemaakt? Ja. Een beetje vol, hè? Ja, zie. Oh, daar ben je heel trots op, zo te zien. Oh, is die gevallen? Zullen wij samen gaan delen met die boterham? Ja! Ja, dat is een goed idee, hè? Ja! Ja! Nou, dan doen we er nog eentje bovenop. Met boter. Kijk eens, ja. Mama heeft boter smeren. Ja! Kijk, weer gezellig met ons. Nee. Zo, het is weer tijd voor de thuisschool. En Lucilla, die is hier al lekker aan het werk. En Luan is daar ook al aan het werk. Met zijn huiswerk van, wat hij van school heeft gekregen. En Luxie, daar ga ik mee deze woordjes oefenen. Luxie, die praat nog steeds niet zo heel erg veel. Ja, die kan ze wel heel goed zeggen. Ze praat overigens wel. Mooi, en mooi zegt ze ook. Een 1, ja. Ze praat trouwens wel in haar eigen taal, zoals jullie merken. Ze kan zichzelf ontzettend goed verstaanbaar maken, ondanks dat ze niet echt alle woorden gebruikt. Dus in dat opzicht hoeft ze eigenlijk nog niet eens zozeer te praten, want iedereen die weet precies wat ze bedoelt als zij praat in haar eigen taal. Alleen, ja, echt de woordjes, zoals bijvoorbeeld van laars, appel en zo, ja, dat zegt ze gewoon niet. Straat, ja, dat zegt ze gewoon. We doen wel heel erg ons best, maar even zitten op je stoel. Ze snapt ook alles heel goed, ja? Ga maar zitten op je stoel. Hey, Luxie, zullen we vandaag gaan praten? Zal ik jou wat woordjes gaan leren? Kan jij zeggen... De auto? Ja, toetoet is de auto, ja. Toetoet. Wat is dit op je hoofd? Wat heb jij op je hoofd? Wat is dat? Een bloem. Bloem? Zeg maar, bloem. 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 Oké, Lux, daar gaan we. Dit is een... Ei. Geen ei, het is een appel. Dus ik wil wel een ei. Ik zeg wel ei. Ei. En dit is een schoen. Schoen. Ja? Schoen. Ja, schoen aan je voet. Ja. Dit is een laars. Laars. Ja, en dit is een oog. Waar is jouw oog? Ja, en waar is mama's oog? Ja, en Lucilla's oog. Ja, dat kan ze wel. En dit is een, wat is dat? Wat is dat? Fiets. Fiets. Kan je zeggen fiets? Zeg maar, fiets. Dit is een, oh die ken jij wel. Dit ken jij ook. Waar jij ook ligt. Ja, om te slapen. Dat noem je een kinderwagen. Ja. Ja. En wat is dit? Oh nee, wacht even, deze. Wat is dit? Wat is dat? Dat is een boek. Deze. Een boek. Kleur in elk groepje. Kleur in elk groepje, 2 figuren en je lievelingskleur. Dus je moet er 2 kleuren. Hé, Lux. Luxie, wat is dit? Wat is dat? Een beetje. Bad. Bad.
Wat is dat? Wat? Wat? Ik reken hem goed. Voor jou reken ik hem goed. Hey, en Lux, we gaan er nog één kijken. Oh, wat is dat? Die vind jij wel lekker, hè? Wat is dat? Wat is dat? Ja, meloen. Maar hoe schrijf je 31? Een 3 en een 1. Oh, en wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Oh, waar is die? Dat is een. Wat is dat? Oor. Kan je dat zeggen? Waar is de oor? Zeg maar. Ja. Hoe heet dat? Oor. Ja, oor. Wat wil ik je ook zeggen? Wat is dat? Ze zegt het niet. Wat is dit, Luxie? Die. En wat, hoe heet die buiten? Hoe heet die? Dat is de? Papa. Nee, dat is niet papa. Dat is de zon. Kan je zeggen zon? Woef, woef. Woef, woef. Woef. Ja, woef. Ja, dat is geen woef. Dat is een poes. Kan je zeggen poes? Poes. Woef. Nee, poes. Woef. Poes. Woef. Poes. Poes. Ik ga een hond zoeken. Hé, hey, Lux, kijk eens, wat is dit? Ijs. Ja! Ijs. Ijs. Ik zie ze eigenlijk. Goed zo. Ja, maar ik reken hem goed. Oh, deze kan Lux ook wel. Luxie, wat is dit? Nee? Wat is dat? Ja, dat? Ja. Dat is een woef, ja. Kan je zeggen paard? Paard! Ja, goed zo! Ik is echt paard! Nou, en ik reken hem goed hoor. Ik reken hem cookie. Goed. Oeh, wat is dat? Cookie. Wat is dat? Ja, ze doet ze. Omdat het eten is, hè? Dan doet ze. Dat is haar geluidje voor eten. Ja. Moet je daarom lachen? Moet je daarom lachen? Waar is het? Mes. Ja, nou, zoals jullie zien, Luxie snapt heel erg goed wat de bedoeling is. En ze weet echt wel wat alle woordjes zijn. Alleen ja, weet je, het willen praten, het willen zeggen, ja, daar heeft ze nog niet zo zin in. Ja, heb je nog niet zo zin in, hè? Nee, maar we gaan het wel iedere keer oefenen. Hè? Want van oefenen komt het vanzelf wel, hè? En dan opeens, dan brabbel je de oren van ons hoofd. Hè? Hé? Hey? Ja? Nee. Zullen we dat afspreken? Mama, kus? Nee. Eigenwijs kindje. Eigenwijs pakketje. Oh, hey, Luan. Denk je, ik neem er een wijntje bij? Ja, drink even. Proost, jongen. Dan gaat het vast een stuk beter mee. Nou, de kinderen die zijn klaar met de thuisschool en Daniel die is voor mij op pad. En ik weet niet precies wat hij aan het doen is, maar het heeft te maken met mijn verjaardag. Ik ben over een paar dagen jarig, dus ik ben heel erg benieuwd wat hij voor me in petto heeft. Voor nu gaan we even lekker chillen in het voortuintje. Het is niet zo heel warm als gisteren, dus wel lekker. Hoeveel nachtjes ben je met jarig? Ik weet niet precies hoeveel ze... 5. Even kijken, hoeveel ze vandaag? Ik denk 3 weken. Nee, eerder. Het is 10 april. Oh, over 3 dagen ben ik jarig. Wat, 3 dagen? Over 3 dagen ben ik jarig. Dus over 3 nachtjes stap bij jou dan? Ja, dan hebben we een feestje. Wow, dat is echt cool. 1 nacht, 2 nacht, 3 nacht. Mami! Ja. Ze zijn nu even lekker aan het... Hoe oud word je... Ik word dan... Wow! 32! Wow! 32! Ja, wat heb jij daar? Die! Ja, mooi! We zijn even aan het stoep kruipen. Ja, schreeuw het nog harder. Weet de hele buurt het zo. Nou, Luxie gaat even lekker stoep kruipen. Het is een space scooter. Oh, ga je met je space scooter spelen? Oké. Okay. Nou, ik zou nog eventjes even door een parkje wandelen. Dus, ja, wat is er? Ja, Lucilla die is al helemaal daar met de space scooter. Mooi, vind je dat mooi, liefie? Nee, we gaan even daar tot het bij de bloemetjes plukken. Goed zo, daar gaat ze hoor, van de berg. Heb je een bloemetje gevonden, Luxie? Laat eens kijken. Ja. Wat zijn jullie aan het doen, jongens?
Oh, ik ga mijn vingerzak opeten. Wat doet Luma nou? Eet hij nou zijn vingers op? Waar heb je dat vandaan, jongen? Luma die kijkt van die filmpjes, van die live hack filmpjes. En dit zijn van die... Ja? Is dit een trucje? Ja? Nee. Ja? Oké, Sil, doe je vingers eens zo. Ja. Kijk, je handen moet je gekruist. Ja, dan krijg je ze niet los. Huh? Hoe deed je dat nou? Oh. Hè? Wat doet Luan dat nou? Die Silla krijgt de hand niet los, hè? Hoe doet Luan dat nou? En ik heb je bloempjes gevangen. Geplukt. Dan doe je zo. En dan zit je in de knoop. Hè? Hoe kan dat? Zou ik vertellen hoe dat kan? Nou, de meeste mensen die je dat trucje laat zien, ja? Denken dat je je handen echt gekruist doet. Maar dat doe je niet. Je vingers doe je zo. En dan deze arm gaat daar naar die arm. En deze arm gaat daar naartoe. En dan lijkt het dat je je arm hebt gekruist. En dan doe je die arm weer terug. Nou, ja. Heb je nog een leuk trucje, jongen? Ja. Ja. Pak je hand. Je hand? Ho, pak je hand. Ja? En dan? Dat was hem, hè? Ja. 1, 2. Laat hem nou eens in slow motion. Dus heb je, even kijken, zo. En dan doe je hand er doorheen. Ja, kijk. Dus die doe je doorheen. En dan laat ik hem in slow motion. Nee, hè? Zo. En dan zo. 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 En dan doe je zo. Wacht, zo. En dan? Dat is nou het rare. Net dat je handen omdraaien. Ja, dat je handen omdraaien. Dat lijkt dan zo, hè? Kunnen jullie dit ook? Handen naar voren. Gekruist. En huh? Zit in de knoop. Huh? Hoe kan het nou? Nog een keer. Handen gekruist. En, hey, ik ben uit de knoop. Nee, dus, zo. Ja, en dan gekruist. Nee, zo, 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 zo. Ja, dat is het trucje. Dan lijkt het echt dat je zeg maar dit doet. Dan zit je in de knoop. Wat je dan zo doet. Kijk, zo. Dan zit je niet in de knoop. Handen recht. Zo. Dan zit je niet in de knoop. Oh ja, zo. Ja. Als je het zo kijk, doet, handen zo. Zit hij in de knoop. Wij gaan weer door met onze wandeling. Waar is de, hond? Waar is Woesel? Ja! Nog een trucje. Laat zien. Zo. Ja? Kijk, dus vol ze zo. Ja? Ook daar. Wat ga je nu doen? Ah, hè? Hoe deed je dat? Mama, eens proberen? Oké, mam. Probeer maar. Dus je deed zo? Ja. En dan draai je die kant op. Ik kan niet. Hoe kan dat? Deed je dat echt? Ja. Ik kan helemaal niet. Ik kan niet die kant op draaien. Hè? Die kant? Kan niet. Degene denkt dat je je handen zo doet. Ja. En dat je dan dit zo doet. Ja, maar, dat kan niet, inderdaad. Dat is het niet. Oké. Okay. Handen, dus handen zo. Ja. Zo. En dus niet bij deze. Ja. Maar bij deze. En dan kan die wel. Dat dus je zet wel. De hand andersom. Let nog eens het verschil zien. Dus eigenlijk doe je vaak zo. Dan zo. Eigenlijk doe je zet hem zo neer. Zo. Maar ze denken dat hij andersom zit. Ja. Ze denken dat hij... Doe eens hoe mama deed. Zo. Ja, en dat kan niet. Nee. Ik ben wel goed, jongen. Dit kan wel. Ik heb hem heel goed bedacht. Hey, Luxie. Luxie heeft een hele mooie jurk aan. Die van Lucilla is geweest. Hebben jullie het al gezien? Ja. Wie wil deze blazen? Ja. Met z'n drieën. 1, 2, 3. Blazen. Goed zo.
En toen was die leeg. Wat ben je aan het doen? We zijn een bloemenkrans aan het maken. Voor degene die niet weet hoe dat moet. Je hebt dus deze madeliefjes nodig. En wat je dan doet, dus aan het einde van het steeltje, maak je met je nagel een sneetje. Zo, een heel klein sneetje. Niet, dat die niet helemaal door midden gaan, maar dat het alleen in het midden open. Oh, dus niet zo. Wacht even hoor. Kijk. Even overnieuw. Kijk. Dan heb je dus met je nagel een sneetje gemaakt in het midden. Zie je dat? Ja. En dan ga je met het andere bloemetje, doe je hem erdoorheen. En dan heb je... Oh ja. Dat hij klein vast stukje. Zit. En dan moet weer... je dat elke keer overnieuw. Ja, dan ga je hier weer een klein sneetje maken. Heel voorzichtig. Ja. Kijk, daar zit er een gaatje. Pak je weer een bloemetje. Even wachten. Kijk, dan hebben we hier weer een bloemetje. Die stoppen we er tussendoorheen. Zo. Kijk. Wauw, mama. Zo kun je dus een bloemenkrans maken. Ja, en hoeveel heb je er vaak voor nodig? Nou, hoe groot je? Oké. Okay. Of 10 of 20 of zo. 20? Ja, we hebben er even lekker zoet mee. Nou, ik denk iets van 15 of 13. 15 of 13, dan past hij op jouw hoofd. Ja. Nou, ik denk iets van 13. Of die van Luxie? Ja. Van Luxie is denk ik iets van 5. Ja. Of zo. Nou meer. 9. Inmiddels al wel een groot hoofd. 9, 8. 9 of 8 iets. En ik kies van 13 bloemen, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit geteld. Nee? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nou, dan moet je dat eens doen. Ja. Hoe groot Woesel's hoofd is. Ja. Dan zijn er denk ik 4 als ik kijk. Ja. Iets van 4 of 3. Nou, dit is een heerlijk werkje waar je mee bezig kan zijn als je zo. Ja, daar kan je echt wel uren mee blijven. Ja. Maak wel Ja, succes. Ja, dank je. Lucilla zit daar. Kom bij Lucilla. Oh, kijk. Daar is nu Silla. Hey, Lucille, wat ben jij aan het doen? Gewoon het is thuis spelen. Oh, leuk. Mama zit daar bloemenkransen te maken. Ja. Ga je nog even lekker verder spelen? Mm-hmm. Mooi. In de buurt blijven, hè? Ja. Wauw, Luxie, hij is mooi. Wil je hem zien? Moet je hier aan het clipje kijken. Oh. Kijk eens hier. Hier in het schermpje kan je het zien. Kom met mama op schoot zitten. Kijk. Oh. Even kijken. Oh, oh, oh. Ja. Dan is hij kapot. Dan is hij kapot. Mama even opnieuw maken, goed? Kijk. Hij zit weer, Lux. Kijk maar in het klepje. Kijk daar, kan je kijken. Hier, nee, hier, daar. Kan je kijken naar de bloemen. Op je hoofd. Daar, op je hoofd. Kijk dan. Ze ziet het niet. Daar. Spiegel. Ja, kijk, daar zitten bloemetjes. Heb je bloemetjes op je hoofd? Dat is grappig. Voel je dat? Dat is de bloemenkrans die mama heeft gemaakt. Ja, dat zie je weer af. Maar Luxie is er niet van lange duur. Luxie? Nee. Nee. Nee, oh, gooit ze weer in het gras. De winkel staat echt helemaal gesloten. Dus we gaan haar cadeautje online proberen te bestellen. Gelukkig is de boekenwinkel open. Dit cadeautje heb ik gevonden voor Varen. Die neem ik mee. De 5 talen van de liefde van kinderen. Nee, deze juwelier is ook dicht. Nou ja, en een lange broek gaat ook niet lukken. Ja, ook. De CNA is ook gesloten. Ja, wat apart het, hè? Ja, deze sanitaire winkel is open. Maar dan ben ik ook de enige bezoeker. De enige klant. Het wordt aparter en aparter en grimmiger. Hudson Bay zie ik nu. Is ook helemaal gesloten, moet je kijken. En als ik dan dit straatje kijk. Hier had Farah vroeger haar schoenenwinkel. Waar gaat het heen? Nieuwe tijden open. Ik hoop dat deze juwelier open ging. Ik stond aan de deur, maar zei nee, we mogen niet open. Ik zoek nog even door. Kijk, ik heb hier dit oorringetje. Ik ben bang dat jouw oorlelletje iets te klein is voor het wat grotere werk. Maar zoiets zoek ik dus voor je verjaardag. Parfumerie blijft helaas gesloten, maar ik zag wel dat een ethos open is. Hopelijk heeft die dat geurtje wat ik nog in mijn gedachten had voor de verjaardag. En geslaagd. Een heerlijk lovely parfumetje. Maar nog... Net op de fiets dacht ik, oh, wind in mijn ogen. Dit zonnebrilletje? Of zal ik gaan voor deze? Deze is het leukst. Neem deze mee. Gaan we weer naar huis toe? Ja, we gaan weer terug. En daar komt Lucilla aan. Luxie, een mooie paardenbloem?
Die is mooi, hè, liefie. We zijn weer terug en Luan die heeft nog een trucje. Ja. Nou, laat maar zien, jongen. Deze is wel een beetje gevaarlijk, dus doe het vooral voorzichtig. Okay. Met een touw. Ja. Pak je zo vast. Ik wil ze wel zo vast. Huh? Nou, jij, Sil. Kijk, zo. Dan trek je hem nog eens af. 1, 2. Nee. Nee, dat is hem niet. Hoe doet hij dat nou? Zo. Ja, en dan? Volgende trucje, wat heb je hier? Hier een pet. Ja. En die zweeft? Hè? Hoe doe je dat? Hè? Zie je dat, Lucilla? Hoe doet Luan dat? Hè? Dat is raar. Dat is raar. Lexie, wat ben je aan het doen? Wat maak je voor eten? Hoi, Amy. Hey, Amy. Ik heb een truc. Ga jij lekker glijden, Luxie? Ja. Ga maar. Is het een lekker broodje, Luxie? Nog een liefhebber van worstenbroodje? Dat is lekker. En kijk eens wie we daar weer hebben. Oh, wie er nog een? Wie er nog een, liefie? Hier hebben we vader weer. Met zijn aanschoentjes. Een geslaagd voor je verjaardag. Ik ben heel benieuwd. Wat verklap ik nog niet? Het is voor maandag, voor mama's verjaardag. Oeh, spannend, spannend. Ja? Elk dreufje mag een cadeautje, mama. Ja, maar als ik vanavond ga editen, zie ik het cadeautje dan al? Moet jij editen? Ja, dat stukje dat doe ik. Ja. Heb je hier een lekker plekje gevonden? Je kan ze goed alles overzien. Lekker op de stoel. Ja. Oh, schatje. Een woesel. Jullie zien het goed. Die is helemaal vies, want wat heeft deze boef gedaan? Die heeft in de sloot gesprongen, papa. Die is in de sloot gesprongen, helemaal vies. Vanochtend was hij daar aan het snuffen, hè? Ja. Heel stout, woesel. Dus hebben we even een lijntje gedaan. Want als hij een eendje ziet, dan springt hij in de sloot. Oh, woesel. Niet het worstenbroodje van Luxie. Dat was een boef, jij. Nou, gaan we weer even lekker springen op het sprinkers, jongens. Even de schuur open doen, want hier hebben we de opblazer. Dan gaan we nog even een sprongetje wagen. Voordat het van de week weer gaat regenen. Want dan moeten we hem weer opruimen natuurlijk, ja. Hè? En ja. Dat is weer klussen als we hem weer op moeten bouwen. Ja, dat is weer een hele klus om af te bouwen, inderdaad. Dus Cecile, zet hem maar buiten. Heel goed. Kijk, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer, jongens. Pas erop als hij omhoog is, hè? Zie je dat, Luxie? Ja. Hé. Hey. Ben jij er alweer op? Ja? Jij ook? Hé. Hey. Oeh, is Luxie er ook alweer op?
sprinklers ja, ja, weet je, je weet niet hoe lang het sprinklers nog in de tuin kan blijven staan. Tot nu toe regent het nog niet, maar als het gaat regenen, moet je het afbouwen. Moet hem afbouwen, denk ik. Dat is een mooie kroeskop. Ja, krijg krullen, hè? Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien jullie morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Bye. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.